Leila, ja. Moet ik zeggen, laatste loodjes of laatste dozen? Allebei eigenlijk, laatste loodjes, want dit zijn echt de laatste dingen die we nog moeten doen voor deze inzamelingsronde. En de laatste dozen die gaan nu, as we speak, in de container. Zometeen gaat de container dicht, dan kunnen we zeggen... Vol? Vol. En voldaan? En voldaan, zeer zeker voldaan. Ja, we hebben heel veel voedsel kunnen sturen. Heel veel medische benodigdheden zijn mensen nog komen brengen. Er zitten echt spullen in waar de mensen in Fogo heel veel aan zullen hebben. Kunnen we zeggen dat die mensen die goederen gebracht hebben, dat het eigenlijk niet voor niets is geweest? Misschien, nee, nee. Jij als een van de contactpersonen van de communicatie, misschien wil je dat even zeggen. Kijk in de camera. En nee, zeg het. Alle donaties zijn echt hartstikke welkom geweest. Vooral voedsel, medische benodigdheden en die schoolspullen. Allemaal super, super bedankt voor alle bijdragen. Het enige probleem wat we hebben is de kleren. Dat is gewoon echt veel te veel. We hebben echt mensen, we hebben echt geen kleren nodig. 2 kelders zitten vol met kleren. We moeten een extra team gaan inzetten om die kleren uit te zoeken. Dus alsjeblieft stuur geen kleren meer. Want weet je, dat hebben we nu echt niet meer nodig. Die mensen hebben echt behoefte aan de spullen die we al hebben doorgegeven. Levensmiddelen en zo. En wanneer er weer info is over een nieuwe inzamelingsactie. Dan kunnen we gewoon op dat spoor gewoon verder gaan. In de master suite, in de motivat, jovem nosso, moet ik tornar a repetir outra vez. Nesse sítio, e acabar de criar ali, como te dizer, ainda que tem, ainda que tive, talvez, hoje também para trás, te ser mais motivado. We hebben naar een van de mensen van de eerste generatie geluisterd. En hij zei: ik ben heel trots om te zien dat Kaverdianen van de derde generatie, dat ben jij. Want ik heb jouw opa gekend. Jouw opa is een van mijn inspirator geweest. Ik ken je vader. En eigenlijk, hij heeft gelijk. Jij bent van de derde generatie en je voelt wat eigenlijk heel veel mensen zouden moeten of kunnen voelen. Doe je dit bewust? Ja, zeer zeker. Ja, een stukje onbewust. Want toen ik het hoorde en ik hoorde dat er iets georganiseerd werd en dat mensen zich vrijwillig konden aanmelden, heb ik daar niet eens over moeten nadenken. Ik had al zoiets zo van, ik moet gewoon helpen. Ik moet gewoon doen wat ik kan. En ik deel het gevoel van Amadeu als hij zegt dat hij trots is op onze gemeenschap. En ik heb een hele belangrijke boodschap aan de mensen van de eerste en de tweede generatie. De reden dat wij van de derde generatie ons zo heel erg inzetten voor onze mede-Kaapverdianen is omdat jullie ons dat hebben ingegeven. Jullie hebben ons dat meegegeven in onze opvoeding en het bijbrengen van de cultuur. Dat is iets wat zo sterk is ingegeven en wat ik de laatste dagen ook zo erg heb meegemaakt en heb gezien. En ik ben inderdaad ook trots op de derde generatie dat ze in zulke grote getalen zijn komen opdagen en hebben gesteund en meehelpen. Hey. En moet ik verder gaan? Continue. En ook, maak je zin af. En ook gewoon, gewoon zich ook aanmelden. Ik kan een paar uurtjes helpen, ik kan rijden, ik kan dit doen. En ook gewoon op social media in grote getalen de statussen delen en alle informatie delen. En ook echt informatie vragen. En nogmaals, dat is iets wat jullie ons hebben meegegeven. Dat is wat jullie ons hebben meegegeven in onze opvoeding. Dus dat is niet voor niets. Dat is ook jullie bijverdiensten dat we dat hebben gedaan. Oké, Leila, bedankt. En jullie ook bedankt. Pincha, pincha. Waar? Hoi, Pincha, Anna. Ik doe het los, wel. Wil je in de boeken bij? Paar, doe ik wat raar? Nog een keer. Eén keer. Ik heb spinazie. Eén keer. Mondiaan, Amelie. Robert. Mondiaan, Amelie. Robert, Amelie. Ik heb een kilini. Ik heb een kilini. Robert, Amelie. Eén. Mag ik een bus? Nee, twee. Kom maar. Vamos lá, vamos lá. Já foi, agora é dança da Cunhosa.